Goedendag. Weer een prachtige start van de dag. Deze foto die werd gemaakt in Budel. Een mooie zonsopkomst bij een heldere hemel, want ja, dat is het weer vandaag. Veel blauwe lucht, misschien een paar kleine stapelwolkjes vanmiddag. En het is erg droog, dat merken we inmiddels allemaal. De beeld heeft zelfs een opmerkelijke reeks, een recordreeks. Vandaag is het nu 34 dagen op rij droog geweest... En dat is een recordreeks. Overigens niet in heel het land is het al 34 dagen droog. Want er zijn hier en daar een paar weken geleden nog wel een buitjes gevallen. Maar in de beeld, het hoofdstation van het KNMI, is dat wel het geval. Dat betekent ook dat boeren toch wel op veel plaatsen aan het beregenen zijn. Omdat die toplaag erg droog is. Nou komt er verandering in? Voorlopig eigenlijk niet. Het hoge drukgebied boven Groot-Brittannië, de Noordzee en de Benelux. Dat zorgt ervoor dat er nauwelijks bewolking aanwezig is in onze omgeving. We zien bewolking boven de Atlantische Oceaan. Ook wel wat boven Denemarken, maar dat blijft allemaal weg. Kortom, vandaag wordt het weer een zomerse dag met heel veel zon. En ook morgen en overmorgen zal dat het geval zijn. Vanmiddag ook weer veel zomerse temperaturen. Dat betekent boven de 25 graden. Het wordt op zijn warmst ergens tussen 27 en 28 graden in het zuidoosten van het land. Er waait nog steeds een noordoosten tot noordenwind. En dat betekent ook dat met name aan de noordwestkust op de Waddeneilanden de temperatuur iets lager is. Maar misschien is dat wel veel dragelijker. Ook vanavond nog een mooie zomeravond met temperaturen lang ruim boven de 20 graden. Dan gaan we verder kijken naar morgen overdag. Nou, weinig verandering. Opnieuw heel veel zon en temperaturen in de middag. Tussen de 25 en 28 graden in het binnenland. En net als vandaag in het noorden op de Wadden een paar graden lager door die noordelijke wind die er waait. Kijken we nog wat verder, dan zien we dat zaterdag en zondag ook warme dagen worden, zomerse dagen. Op zondag wel wat meer bewolking, maar dat is vooral hoge bewolking. Daar hebben we niet al te veel last van. Ik denk dat dat op veel plaatsen nog steeds heel zonnig zal zijn. Maar dan, kijk eens aan. Maandag en dinsdag. Eindelijk weer wat neerslag in de kaarten. Dinsdag misschien wel een paar forse onweersbuien. Wat wel opvalt, is dat die temperatuur erg hoog blijft. En ook woensdag wordt het nog steeds zo rond die zomerse waarde van 25 graden. Dan kunnen we ook zien dat volgende week die kans op zomerse warmte best nog wel eventjes aanwezig blijft aan het begin van de week. Want hier zien we de kans op 25 graden of hoger voor het midden van het land. Die is nog steeds aanwezig. Een tropische dag. Nou, heel misschien in het zuiden van het land op maandag dat het nog 30 graden gaat worden. En kijken we dan ook nog even naar de neerslag waar toch veel mensen ook op zitten te wachten. En dan zien we inderdaad dat begin volgende week die kans op een paar forse buien flink gaat toenemen. En de dagen erna, ook dan is er zo af en toe kans op een bui, maar wel met hoge temperaturen. Nog een fijne dag.